De Lidl in de Nijmeegse wijk Weeshof is vandaag weer open gegaan. Na de brand in winkelcentrum Weeshof in de nacht van maandag op dinsdag was de supermarkt dicht. De Lidl is de enige zaak in het winkelcentrum die vrijwel ongeschonden is gebleven. Omdat er toch wat rook in de winkel is gekomen, zijn de leidingen van de vriesvakken doorgespoten. Voor de rest is er geen vervuiling opgetreden. Er wordt ook overlegd of de andere zaken in de Weeshof snel weer open kunnen. Brede School Hatert heeft woensdagmiddag net naast de prijs voor sportiefste basisschool van Nederland gegrepen. Basisschool De Vijf Hoeven ging er met de prijs vandoor. De verkiezing werd voor de 7e keer georganiseerd door de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding en het NOC-NSF. De scholen die streden om de titel waren volgens de organisatie allemaal een voorbeeld voor andere scholen. Omdat ze leerlingen niet alleen goed leren bewegen, maar ook laten kennismaken met een actieve en gezonde levensstijl. De Brede School in Hatert kreeg wel een prijs voor de beste show van de dag. Het is weer mis met de steiger aan de waalzijde van de Lindenberghaven. Schepen mogen niet meer afmeren omdat de steiger scheef hangt. Vorig jaar werd die pas geplaatst toen de haven werd aangepast. Maar iedere keer dat er laag water was, zorgde de aanlegplaats voor problemen. Nijmegen gaat de constructie nu aanpassen. Er worden jukken geplaatst om voor meer stabiliteit te zorgen. Dat moet binnen 4 weken gebeuren. Tot nu toe kostte het project al 1,7 miljoen euro, 6 ton meer dan oorspronkelijk was begroot.